Ik ben Wannes, CEO van het communicatieagentschap Bigtrees en één van de oprichters van het Heldenbos. Voor wie het Heldenbos nog niet kent, dat is een initiatief om alle coronahelden te bedanken. Ik noem het een levend monument voor verpleegsters, pakjesbezorgers, winkeliers, noem maar op. Iedereen die het land nu draaiende houdt. De actie loopt fantastisch. Het eerste bos in Moerbeke staat al helemaal vol. We zijn nu met andere gemeenten op zoek naar extra bosgrond. Mijn droom is dan ook een heldenbos in elke provincie. Ik ben Tim Oliver, ik ben online marketeer van het webbureau Static. En ook ik werk mee aan het Heldenbos, samen met Anton, Daphne en nog heel wat van mijn andere collega's. Static stond in voor de uitwerking van het digitale platform waarop je een boom kan bijdragen. Het systeem is simpel. Per 5 euro dat er gestort wordt, plant BosPlus een boom aan in een nieuw bos. Iedereen kan zo'n boom kopen, jij dus ook. Bovendien kan je een persoonlijke boodschap plaatsen bij jouw boom voor jouw coronaheld. De actie is een groot succes. Zo hebben we een simpele en vlotte manier bedacht om een boom te doneren aan je coronahelden, 3D-weergaves met de donaties erop en een teller gebouwd die het succes van de actie bijhoudt. Nu ja, wij hebben dat niet gebouwd, maar onze online slimmerikken, die er, hoe kan het ook anders, enkel digitaal konden bij zijn. Mijn naam is Bart Carlier en ik ben communicatiemedewerker bij BosPlus. Toegegeven, het is werkelijk fantastisch wat we de afgelopen weken hebben klaargespeeld. Er staan ondertussen 17.244 bomen in het Heldenbos en dat bos dat blijft maar groeien. Ben jij ook een buitenmens? Iemand die graag geniet van natuur? En wil je iemand bedanken die zich de afgelopen weken keihard heeft ingezet voor zijn medemens? Plant dan een boom voor jouw held en help mee het Heldenbos groeien via www.heldenbos.be. Het Heldenbos is er gekomen dankzij het team van Bigtrees, dat van Static en BosPlus, het team van PeePublic en IPG Media Brand.